is wel opvallend dat veel mensen ons zeggen, je hebt lekkere koffie. Heb je haar wel goed zitten? Ja, weet ik niet. Vinden jullie van niet aan? Ja, onze ouders die zijn gestart en die zijn begonnen in 1985. En eind dit jaar, als het goed is, zijn ze eruit. En wat vinden je ouders daarvan? Ja, ik denk wel relaxed. Toch wel? Ja, ze hoeven niks meer te doen, hè. En hoe gaat de samenwerking met je broer? Ha! Wat een vraag, hè. Nee, dat gaat altijd wel prima. Maar mijn broertje is echt van de technische kant. Die kun je wat dat betreft al op daggebied vragen. En die bemoeit zich niet met de verkoop, helemaal niks. Af en toe heb je wel eens een onweersbootje en dan klaart het weer op, hè. Tuurlijk, af en toe eens een keer stevig met de pannen rammelen. Een ding uitpraten en dan gaat het weer. Ze komen voor jou en niet voor dat merk. Van de week kreeg ik nog gewoon van de meisje. Goh, ik zie even geen auto bij jullie staan. Maar ik wil wel bij jullie een auto kopen. Maar ik heb ergens anders een auto zien staan. Zou je die dan voor mij willen kopen dat ik hem bij jullie kan kopen? Dat is wel zo'n compliment dat je zegt van hé. Hey, dat is wel een Suzuki dan? Dat is wel een, daar was de meeste, ja, de meeste wel weer een Suzuki, ja. Want hoe ziet u de Suzuki-rijders? Nee? Wat voor mensen zijn dat? Ja, dat klinkt misschien raar, maar ik vind het over het algemeen best wel intelligente mensen allemaal. Dus je bent eigenlijk heel slim als je Suzuki rijdt? Ja, ze hebben een beetje de oogklep af en ze lopen niet aan mas met de meute mee. Type zie ik niet zo vaak. Volgens mij was ik in Twente ben ik de enige die hem had als demo. Ja? Ja. Ik ben 4 jaar geleden in Frankrijk op vakantie en die mensen die liepen gewoon om die auto heen. Wat is dat dan van ding? In Frankrijk kennen ze hem niet. Ga je dit jaar weer op vakantie? Dat is wat de bedoeling. Dan gaan we naar Italië. Pizza eten. Ga koffie drinken.